Nou, we staan hier aan de oever van de Oosterschelde. En dit is echt het centrum van de mosselen in Nederland. Ontstaan in 1880. Op dit moment zijn de mosselen onze hoofdactiviteit. En we zijn eigenlijk begonnen met oesters en kreeften. Ik ben Adrie, ik ben 46 jaar en doe al 27 jaar mosselvissen. Hier zijn we naar de Schelde, dat is het beste gebied voor de mossel, voor de eerste kwaliteit te kunnen kweken. We varen uit naar de mosselperceel van Prins Dengemans. Daar doen we de containers vol vissen. We gaan met die stalen cornet, die gaan over de bodem, schraapt over de bodem als het ware. Die pakt het product op. Die gooit in de trechter hier een soort wasmachine. En die goot daar, die verdeelt het over de containers. Dat is ongeveer 2 uur werk, anderhalf uur en ligt de boot vol. Als je naar het water kijkt, je kan er bijna doorheen kijken. En hier die verwaterpercelen zijn zo belangrijk, omdat we daar die mosselen de kans geven om in de tijd dat ze daar verblijven met schoon Oosterscheldewater gespoeld te worden en hun vuil kwijt te raken. Daarnaast is het ons natte pakhuis. Wij kunnen dus op hele korte afstand voldoen aan de vraag. We vissen ze op en een aantal minuten later liggen ze al hier in onze fabriek, wat we eigenlijk een atelier noemen, want wij produceren in wezen niets. We maken alleen maar die mossel schoon, pan klaar en zandvrij, en dat is wel heel erg belangrijk. Zodra die mosselen dus aan boord gevist zijn in die containers, wordt die container in de loods gebracht. En dan gaan we met heel schoon Oosterscheldewater, gaan we nog een aantal uren gaan we die mosselen verder spoelen. Die mossel spoelt zichzelf, gaat weer een klein beetje openstaan en het laatste vuil wat hij nog in zich heeft, dat raakt hij zo kwijt. En dan weten we zeker dat die mossel aan de binnenkant helemaal zandvrij en schoon is. Ik ben Piet Minnaert en ik ben hier geboren in Ierseke. Ik ben met mijn 13e jaar in de mossel beginnen te werken. Ik ben hier 40 jaar bij dit bedrijf in dienst. Eerst heb ik ook mosselen weggebracht met vrachtwagens en zo. En toen ben ik hier in het verwaterproces verder gegaan. Dat is mijn taak om de mosselen goed te verwateren. En dus het eerste wat je ziet is dat die mossel in een soort grote wasmolen aan de buitenkant helemaal schoon wordt gespoeld. Dan gaan we de baarden eraf halen. Dat doen we doordat die mossel over een soort tafel loopt met ronddraaiende assen. Dan is het een belangrijk punt dat er een aantal mensen zitten om de kapotten eruit te halen of eventuele andere schelpdieren die er meegekomen zijn. Die worden eruit gehaald voordat we ze op grootte gaan sorteren. Nou, dan is het nog een kwestie van een nakontrole, het koelen van de mosselen en verpakken. En met name die verpakkingsstap is wel heel erg belangrijk, want het is een verpakking waarbij we zuurstof en koolzuurgas naar binnen spuiten. En daardoor kan die mossel langer leven en langer vers blijven, want het is met name de versheid van de mossel die je proeft. Niet zijn levensduur die hij heeft, maar het is met name de versheid. En de versheid kunnen we garanderen door de manier waarop we ze verwerken en verpakken.